ik ga naar een bijeenkomst waar alle Soester kwartierders hun plan gaan voorleggen. Ik denk een heel goed idee. Economie zie ik als iets wat altijd in beweging kan zijn en wat mensen in beweging brengt. En dat gaat misschien om inkomen, maar ook om hoe je samen dingen beter maakt in de wijk. Hoe versterk je elkaar in de wijk op economisch vlak? En ik denk dat je dan gelijk ook op sociaal vlak en dingen met elkaar doen ook heel veel voortgang kan maken. Dus ik kom hier eigenlijk meer informatie halen dan informatie brengen. Maar het is een energiek project, dus ik ben nu al blij. Ja, als ik vrolijk ben, hoop ik die vrolijkheid binnen portaal uit te dragen. En dan wordt het Soester Kwartier vanzelf vrolijk, zou ik zeggen. Een van mijn taken is hoe wij in wijken opereren. Hoe wij de samenwerking met huurders zeg maar, verder kunnen ontwikkelen. Dat is een van de velden waar ik erg actief voor ben. En wat ik ook heel erg interessant vind. En het idee van wijkeconomie, dat spreekt u aan? Ja. Waarom? Nou, ik denk dat er in wijken, kopers, maar ook onze huurders, hè, vanuit portaal kijken, dat er heel veel potentie, heel veel vaardigheden, mogelijkheden zitten om aan de wijk daar goed te laten komen. En dat dat eigenlijk veel te weinig benut wordt. En ik denk dat we dat moeten onderzoeken en moeten ontwikkelen, dat dat interessant is. Ik heb een aantal bijeenkomsten bijgewoond als buurtbewoner. En die ideeën zijn zo interessant en zo innovatief eigenlijk. Dat het mij zodanig interesseert dat ik er meer van wil weten. Nou, we hopen dat dit een startschot is om wat meer het eigendom van de wijk bij mensen te brengen. Nou, we merken heel veel enthousiasme. Overal waar we komen, zo van, hé, wat een goed idee. Hè, dat had ik zelf kunnen bedenken, zeggen sommige mensen. Nou ja, we hebben met elkaar dit ook bedacht en verder ontwikkeld. Allemaal heel hartelijk welkom. Ik mag het openingswoord doen namens de Vereniging Duurzame Soester Kwartier, waar ik de voorzitter van ben. En de wijkeconomie is op dit moment een initiatief van de Vereniging Duurzame Soester Kwartier. Mijn thema is Florijnwijk. En dat loopt al een tijdje. Dat is niet begonnen hier in het Soester Kwartier. Dat is al eerder begonnen ook met Carijn, een zorgorganisatie die in Utrecht, Rotterdam, omgeving, Zuid-Holland, Zuid en Breda actief is. Vergelijkbaar met Beweging 3.0. Waar we ooit een spaarprogramma, een loyaliteitsprogramma voor ontwikkelden. En daar kwam op een gegeven moment Florijn uit. Vandaar dat dus de EY hier ook in zit. En dat komt uit Carijn die ook met EY wordt geschreven. Maar het werd op een gegeven moment dus een munt. In plaats van een spaarpuntensysteem werd het een muntsysteem bij hen. En toen dacht ik, oh, wat kunnen we dan daar nog meer mee als we het praten over een munt? Nou hebben wij in onze visie eigenlijk drie doelen voor ogen. Dat is een visie die ontstaan is ook de afgelopen maanden. Wat wil je dan bereiken in die economie, in die wijkeconomie, als je met elkaar in zo'n partnerschap dat aangaat? Eén is budgetten laten landen in de wijk. Ik denk dat Henry heeft het ook al genoemd in zijn presentatie, is budgetten die bedoeld zijn voor een wijk, dat die vliegen soms nu over de wijk heen. Als mensen nou die in de wijk wonen, hun eigen ondernemers uit de wijk ook opdracht kunnen geven, nou dan snijdt het mes aan twee kanten. Soester Kwartier zijn natuurlijk heel veel leuke en enthousiaste mensen. Die hebben de afgelopen 5 jaar met de Vereniging Duurzaam Soester Kwartier wel gemerkt. Als je goede plannen hebt, als je goede ideeën hebt, dan kun je mensen makkelijk enthousiasmeren en motiveren. Dat is, nou, ik denk met die ervaring, ik denk dat we daarom ook gevraagd zijn door portaal en door de gemeente. Kijk eens naar over een wijkeconomie. Maar ja, ook in de Soester Kwartier met de huidige crisis zijn ook best veel mensen die graag willen, maar op het moment niet in het arbeidsproces deelnemen, maar wel heel graag willen. En dat was de aanleiding voor de gemeente en voor de woningcorporaties om dat aan de Vereniging Duurzaam Soester Kwartier te vragen. Is waar we met z'n allen naar op zoek zijn, is van hoe moet de verzorgingsstaat 2.0 eruit komen te zien. En we hebben de indruk dat we de manier waarop we dat nu hebben georganiseerd ons niet gelukkig maakt. En dat het ook heel kostbaar is, omdat bijvoorbeeld alleen al de uitvoeringskosten heel erg duur zijn. Door hele lange reistijden, door bijvoorbeeld huurders betalen een corporatie 1.000 euro per jaar om hun woning te beheren. Dan hebben we het nog niet over het onderhoud, puur het beheer van die woning. Als je dat op een wat andere manier organiseert en je organiseert het wat dichter bij huis, heb je niet alleen en meer zeggenschap, maar ook financieel meer mogelijkheden om dingen te doen die voor die wijk van belang zijn.
Ja, fantastisch. Dit is wat we als gemeente heel graag willen. Ik ben ook heel erg onder de indruk van de manier waarop de Soesterkwartierders dit met elkaar oppakken. En ja, dit mag een voorbeeld zijn voor de rest van de stad. Dus wij betalen voor onze woningonderhoud met Florijnen aan ZZP'ers in de wijk. En we betalen ook voor bijvoorbeeld het groenbeheer van onze wijk met een eigen budgetje in Florijnen aan lokale groenbeheer. Hey, Yvonne! Hallo! Hey, Jan, ben je met de muurpakfiets? Ja, ik moest even. Henry wilde graag die pluimpjes hebben. En ik heb geen rijbewijs. En ja, achter op de fiets gaat niet. Maar dan huur ik graag onze eigen pakfiets eventjes. Nou, nu wordt het tijd dat we op bezoek gaan bij een van de huurders in de wijk. Bij Bertina, volgens mij. Bertina. Ja, nou ja, het is ontzettend koud deze winter. He, vorig jaar, 2019, was lekker warm, maar dit jaar mijn billen vriezen vast. En mijn cv-ketel, die doet het af en aan, die doet het niet. En ik vertrouw het niet. En ik pak mijn Florijnmap en ik zoek het telefoonnummer van handige Harry. Nou, ik woon per twee straten verderop, dus ik kom er over twee minuutjes aan. Oh, wat ontzettend fijn. Ding dong. Hey, hallo Harry. Kom je binnen? Mijn cv-ketel? Ja, het is een beetje een rare plek, maar hij zit in mijn slaapkamer. Het is wel een beetje koud, ja. Dat klopt, ja. Het is wel een beetje koud. Ja, heel erg enthousiast. Waarom? Ja, het lijkt me geweldig, al die plannen voor het Soesterkwartier. Ja. Dus jullie doen mee? Wij doen allemaal mee. Oké, en nu enthousiast geworden? Ja, zeker. Hele mooie initiatieven. Ik denk dat ze heel blij moeten zijn met dit soort initiatieven. Ik was die vrolijke man. Ik ben nog vrolijker. Maar u bent nog vrolijker geworden. Vrolijker, ja. Wat vond u het meest vernieuwende, het meest enthousiasmerende vanmiddag? Het is heel veelzijdig. Heel breed. Dus het gaat niet alleen over zorg. Het gaat niet alleen over de winkeliers. Het gaat over het hele Soesterkwartier. De hele dynamiek in het Soesterkwartier. En al die verschillende puzzelstukjes die vormen uiteindelijk een heel mooi plaatje. Waarvoor wat hoort wat, uurtje voor uurtje. Dat zijn allemaal dingen die bij wij ons in de wijk eigenlijk altijd al geweest is. Dus dienst, wederdienst. Dat is het gewoon. En dat wordt misschien nu naar boven gehaald. Maar of het nou echt nieuw is, dat is mijn vraag daarbij. Maar u bent ook een echte, ras-echte Soesterkwartierder. Moet ik dan sorry zeggen of moet ik daar blij om zijn? Daar mag u heel blij mee om zijn als je ziet op wat voor geweldige manier ze zich hier presenteren. Ja, ik vind het leuk om te zien. Ik wist niet dat er toneel bij was, want nu kom ik vaak. Was dat toneel? Ja, want dan kan ik ook zeggen dat ik cultureel ook nog een keer wat meedoen. Want daar kom ik nooit op toe, man. Soesterkwartier is al jarenlang. Staat het Soesterkwartier bekend om de initiatieven die eruit voortkomen. En blijkbaar door de keuze die we hebben gemaakt en de uitdaging die we er hebben neergelegd, komen dat soort initiatieven nog makkelijker van de grond. Of dat heeft geholpen, denk ik. En daar waar je vertrouwen geeft, krijg je een hoop voor terug. En dat blijkt hier ook weer het geval. En de manier waarop het Soesterkwartier zich het laatste uur heeft gepresenteerd hier op de Rode Loper, ja, dat is... Dat is hard. Dat is het Soesterkwartier. Dat is het Soesterkwartier. En dan denk je, dat wil ik verdorie in mijn eigen buurt ook. Dus nou, daar ben ik nu over bezig. En welke buurt is dat? De Oosterparkbuurt in Amsterdam. Nu zie je wat er concreet allemaal al gedaan wordt. En wat er eventueel in de komende jaren zal gaan gebeuren. Ja, en dit is zo'n rijke schakering aan prachtige initiatieven. Daar word je wel heel vrolijk van. Gaat lukken, hè, met zulke mensen? Absoluut. Ja, zeker.